Ik sta hier voor de faculteit Industrieel Ontwerpen. In het Engels Industrial Design Engineering. Hier draait het allemaal om het ontwikkelen van gebruiksvoorwerpen die de gebruiker en de maatschappij zo goed en innovatief mogelijk ondersteunen. Het motto van de faculteit is Design for Our Future. Als je hier studeert, word je opgeleid tot een ontwerper van gebruiksvoorwerpen. En dat is zo breed als je het kunt bedenken. Van de meer klassieke producten en meubels, tot het ontwerpen van websites en digitale omgevingen. De gebruiker staat hierin altijd centraal. Het is belangrijk om als ontwerper een goed analytisch vermogen te hebben, zodat je kunt inschatten wat in de toekomst belangrijke behoeften in de maatschappij zullen worden. En hier wordt dan zo innovatief en nieuw mogelijk een oplossing voor bedacht. Het onderzoek op de faculteit richt zich op nieuwe, innovatieve productietechnieken. Er zijn hier veel verschillende labs voor 3D-printtechnieken, maar bijvoorbeeld ook werkplaatsen om prototypes te testen en te ontwikkelen. Al deze kennis wordt geplaatst in een commerciële en maatschappelijke context. Bij het ontwikkelen van producten is het van belang om rekening te houden met de markt, met bedrijven, maar ook met betrokken stakeholders van een product. De faculteit staat hier niet eenzaam aan dit voorplein. Aan deze kant is hier het gebouw Puls. Dit is het nieuwst opgeleverde gebouw op de campus van de TU Delft. In dit gebouw zijn veel onderwijszalen en studieplekken ondergebracht. Bijzonder aan dit gebouw is dat het eerste energie-neutrale gebouw is op de campus. En dat betekent dat het evenveel duurzame energie opwekt als dat het verbruikt. In dit gebouw zijn ook verschillende eetgelegenheden ondergebracht. Zo is er hier een bar voor tapas en aan deze kant is er een koffiebarretje en het faculteitscafé. Dit draagt bij aan een levendige campus en dat betekent dat de campus niet alleen actief is tijdens onderwijsuren, maar ook in de avond gebruikt kan worden. Industrieel ontwerpen is een heel toegepast vakgebied en binnen in de faculteit zijn er veel plekken die interessant zijn om te zien hoe producten getest en ontwikkeld kunnen worden. Kijk je mee?